Poging 2. We zijn er weer. Hallo, hallo, hallo. Kunnen jullie mij vinden? 6 mensen hebben mij gevonden. Hallo? Ja, er zit nu echt... Ik heb hem opnieuw opgestart. Maar nu zit er echt een gigantische vertraging in. Maar goed, het moet maar even. Dus het kan even duren voordat ik antwoord geef op jullie vragen. Hoi! Zijn we weer... Er zit nu ongeveer, denk ik, na zo'n 15 seconden vertraging in wat ik op mijn tablet zie, zeg maar. Maar, ik moet zeggen, de beeldkwaliteit is wel mooier. Dus, ik heb goede hoop dat het zo blijft. Mocht ik nog even afkloppen op het hout? Of, Deze is ook wel leuk, denk ik. Wat vinden jullie? Of ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken in die andere. Misschien kan deze zelfs wel. Nee, die is te groot. Die kan wel. Dus we kunnen deze doen. Of die van de Romantic Moments. Met die leuke swirls. Wat vinden jullie? We zullen niet tegen je schreeuwen. Ja, nee, dat was het gewoon. Ja, we gillen wel. Yay, ik ben ook in Portugal. En in Duitsland. Nee, ik ben bang. Oh ja, ik moet mijn handen wel blijven bewegen. Want anders dan gaat het beeld ook stilstaan, hè? Overhaal. Romantic moment. Ovaal. Ovaal. In Brabant, jongens. Ovaal. We gaan voor ovaal. Kijk, en dat zit dan natuurlijk mooi op zo'n blaadje. En ik heb aan de achterkant niet er tegenaan geplakt. Maar dus dan leg ik die even aan de kant. Yay, ik ben weer in beeld. Ik denk dat ik dat dan ook maar met dat rode papier ga doen. En dan wilde ik eigenlijk deze. Ja, dat kan wel, want dan maken we nog leuke dingen. Ja, dat gaan we gewoon doen. Even mijn snijmachine aan de kant. Mag mijn stansmachine even aanzetten. Doe dan maar vierkant. Ja, nee, Stephanie, dat past helaas niet. Dat, want die wilde ik eigenlijk gebruiken, maar dat lukte niet. Het kaartje is al vierkant. Is dat ook goed? Oh. Jullie gingen even in de achtbaan. Ik heb mijn standaard van mijn camera iets te dicht bij mijn stansmachine staan. Dus dan schuif ik die wel even naar achter. Sorry! Volgende keer zal ik eventjes omroepen dat we voor de live even teltjes moeten nemen.
dat jullie tijltjes bij de hand moeten hebben. Kijk, Anne, ik heb hem netjes schoongemaakt. Ik denk, dat doe ik meteen. En dan heb ik dit stukje heb ik nog over. Dus dan ga ik die meteen... Het wordt wel heel erg rood, mensen. Vinden jullie dat ook niet? Moest je graven. Nou, dat is niet best als je naar mij moest graven. Want dan... Ik heb mezelf voorgenomen als ik ze gebruik, dat ik ze dan weer schoon terug erin doe. Dus binnenkort zal die vlinder wel schoon zijn. Zo, dan leg ik die heel even bovenop de map. Omdat ik mijn mal netjes had schoongemaakt. Daarom is het Anne trots op mij. Want ik was eigenlijk gewoon, ja, vaak ben ik dan te lui om dat te doen. En dan doe ik ze terug in de verpakking. Rood is in China de kleur van het geluk. Oké. Nou ja, ik eigenlijk als ik hier achter mij kijk, dan zie ik al mijn kerstkaarten staan. Er zit wel iets van rood in, omdat er natuurlijk in de festive nostalgia zit. Maar verder gebruik ik eigenlijk nooit rood op mijn kerstkaarten. Ik gebruik eigenlijk altijd alleen maar... niet traditionele kerstkleuren. Dus ik gebruik het liefst blauw en wit en roze en goed gedaan, meisje. En nou gaan we deze dan opplakken, maar dan plakken we maar hier tot de helft, zeg maar, want anders gaat hij natuurlijk niet meer open. Dus hoe ga ik dat het beste gaan doen zonder dat het de ene kliederboel wordt? Even kijken daar. Zoiets. Hier nog wel een beetje. Zo. Een beetje schuiven. Dat is natuurlijk het voordeel van de tacky lijm, hè? Dan nog even kunnen schuiven. Goed tegen de agressie. Een keer die mal op tafel gooien, ja. Ja, dat doet Corine inderdaad in de live ook wel, ja. Dat zie ik. En dan gaat hij dus zo open en dan zo weer dicht. En dan dacht ik, we hebben bij de Festus Nostalgia, hebben wij... die leuke boompjes. Dus ik dacht, dan pak ik twee van die kleine boompjes. Ons man is in shock. Gooi je met mal. Ja, geleerd van Corine. En ik wil misschien eigenlijk ook nog wel een stukje van dat hek erop. En dan dat kleine hertje. En dan ga ik dat kleine hertje, die ga ik à la Jitske, ga ik die kleuren. Maar dat doe ik met deze blending tools. Ja, dat heb ik de laatste keer heb ik dat ook gedaan met mijn hertjes. En ik vind hem er echt fantastisch voor werken, moet ik zeggen. Die heb ik ook niet gelinkt.
Die zijn van Studio Light. Daar zijn de SLTOPBT01 brushes. Dus wat hebben we nou precies nodig? En dan valt dat matje alweer op de grond. We hebben nog een beetje groen nodig voor een boompje. Ja, Koen, die leert ons foute dingen. Deze denk ik wel mooi bij die kerstballen en zo. Ja, inderdaad, moet zelf opruimen, moet ik ook. Ja. Even kijken, dan ga ik ook meteen dat hekje uitstansen en het hertje, want anders blijf ik aan het stansen natuurlijk. Dus ik heb hier nog een restje kraf liggen. Bij de les blijven trouwens. Nou ja, zo heel spannend is het niet wat ik aan het maken ben. Hè? Dat hoor je wel knippen. Ik denk dat ik één donkere doe en één lichte. Dat vind ik toch net iets mooier uitkomen. Zo. Oh, ben nu. Heb jij de hertjes van Jitske nog nooit gezien, Corine? Ja, die zijn echt prachtig. En het is, vind ik, ja, als je het een paar keer gedaan hebt, dan is het niet zo heel erg moeilijk om ze. Ja, ik krijg ze nooit zo mooi als van Jitske, maar ze zijn een stuk mooier als dat je ze gewoon zo opplakt, vind ik dan, hè? Dat is mijn mening. Ja, joh, ik kan wel tegen. Nou, ik zal alvast de eentjes erbij gaan pakken dan. Die niet. Ik heb toen mijn storm. De vintage foto. De gathered twigs. Ground espresso. En Hero Hues de witte inkt. Ja, zij heeft ook een filmpje inderdaad. Oh, ah, dat is nou net jammer, maar dat nu mijn hele vinger wit is. Ik heb nog een beetje spriet. Ja, Jitske heeft er een filmpje van gemaakt en ze heeft het. Met de demo dag heeft het ook laten zien bij Hobby Vision. Dat is mijn sticky tool. Ja, ik heb ze ook live gezien inderdaad met, moet ik zeggen, misschien had ik voor de makkelijkheid, en dat ga ik eigenlijk ook wel even doen, een groter hertje uitstansen. Die ga ik dan misschien niet gebruiken. Maar dan is dat wel net even iets makkelijker om het te laten zien. Doe maar gewoon voor jou, Corine. Geen probleem. Ik ben trouwens wel een fantastische band hier aan het creëren. In de gauwheid.
voor de blinden onder ons is een grote ergje. Ja. Ja. Nou ja, dan moet ik zeggen, ik vind het ook gewoon iets makkelijker een groter hertje dan zo'n heel kleintje. Maar die grote, die staat natuurlijk een beetje vreemd op dat kleine rondje, denk ik. Maar misschien nog niet, wie weet. Wie weet gaan we ze gewoon allebei gebruiken. Kan allemaal. Even kijken, het hertje. Ik pak even een wit papiertje. Want dan kunnen we het voor de blinden onder ons net wat beter zien. Leg die twee eventjes aan de kant, zo. Met die kaart, hop. Dan weer een mega hert. En een miniatuur hert. Leg je al even weer terug op de stansmachine. En ik pak wel altijd papiertje erbij, want ik heb... Jetske doet het met allemaal verschillende kwastjes, maar ik doe het eigenlijk gewoon met één kwastje. Want we hebben nog een fijnlijner nodig en nog een... Kijk, tijd dat ik hem in mijn hand heb, dan weet ik wel hoe het heet ongeveer. Zo'n jelly pan. Als je een goede laag kijkt, dat helpt ook. Even kijken. Dan beginnen we een beetje met het wit. En die doen we dan tegen zijn borstje aan. Ik weet eigenlijk niet of dat allemaal wel, of dat nog wel allemaal verantwoord is aan onder zijn buik. En dat doe ik dan ook meteen even bij dat kleintje, want anders dan blijf ik met mijn kwastje aan het kriedelen. En dan ziet het natuurlijk nu een beetje gek uit dat er twee van die witte vlekken op zo'n hert zitten. Maar het komt goed, dat beloof ik. Excuse you! Wat iemand aan tafel. En dan ga ik eigenlijk met het grijs ga ik er een beetje overheen. Over het wit. Een beetje over zijn beentjes. En dat ga ik bij dat kleintje ook doen. Bij dat kleintje is het weer iets moeilijker, hè? Ik moet zeggen dat ik dit blending kwastje echt fantastisch vind. Bakje leuk. Even kijken, dan pak ik de vintage foto. En dan ga ik iets verder mee buiten het grijs en het wit. En dan sluit ik eigenlijk een beetje aan in zijn nek. Een beetje over zijn beentjes. En de herten, poten of benen, dat weet ik eigenlijk niet. Is het een kwastje? Nee, het is echt een kwastje. Ik weet niet of je dat zo goed kan zien. Maar er zitten echt haartjes in. Hij heeft wat weg van die andere blending brushes. Even kijken, ik zal er even eentje pakken. Deze. Alleen deze haartjes, hij is ook schuin. Dus je kunt wat preciezer je inkt aanbrengen dan met deze. Met deze gaat het prima. Maar met deze vind ik het net iets mooier worden. En die kan je ook net iets makkelijker vasthouden. En dan pakken we de Gathered Twigs. Die gaat steeds één tintje donkerder.
En die doet een beetje zo aan de achterkant van zijn benen. En gewoon niet te veel, een beetje, een klein beetje. Je kan beter een keertje extra eroverheen moeten gaan, dan dat je te veel erop aanbrengt, zeg maar. En eigenlijk zie je niet meer dat het hertje kraft was. Een beetje zo hier. Oortjes. Snuitje. Oh nee, snuitje. Hè? Ik zal een ABN een mama hert. Papa, denk ik. Of hebben mama ook. Mama's hebben geen horens, toch? Of gewei bedoel ik. En hier word ik nou echt. Ik word hier nou echt helemaal vrolijk van. Ik had dat gezien bij Jitske en ik ben gewoon net zo lang aan het klieren geweest tot ik het ook. Het duurde even. Maar ik ben net zo lang aan het klieren geweest totdat ik ze ook ongeveer naar tevredenheid kreeg. En deze doen we alleen maar over. Heel klein beetje over zijn rug. Een beetje bij zijn benen. Net een beetje een soort van schaduw. En het gewei. Die maak ik wel donkerder. Want dat vind ik nou net wel mooi. Een beetje hier. Zo. Dan even bij het babyhertje. Zo. En als je dan net een beetje te veel hebt, dan kan je dat gewoon zo. Dat is het voordeel van die oxides ook. Je kan het gewoon nog een beetje, een klein beetje corrigeren door er nog een keertje overheen te gaan. Ik heb ze ook, die kwastjes, maar ik mag geen naam meer. Die zijn van Studio Light, dat mag je wel zeggen. Spellbinders heeft ze ook inderdaad. En dan maak ik dat kwastje een beetje. Een beetje vochtig. En dan maak ik hem ook gewoon zo weer schoon op mijn keukenrolletje. Als hij nou heel vies wordt, dan. Dan doe ik hem een keertje wassen, maar. En als je nou dit een beetje te donker vindt geworden, zo'n borst. Dan zal deze iets vochtig zijn, maar ik denk dat je net iets. Je kunt hem net iets lichter maken. Goeie docent, haar filmpje en kan meteen aan de slag. Van Jitske, jazeker. En dan gaan we nog met de gelpen gaan we wat stipjes erop tekenen. En eigenlijk moet ik net iets langer wachten tot het net iets verder droog is, zeg maar. Want nu worden de stipjes een beetje bruin, omdat de inkt nog niet helemaal droog is. En dan met zo'n zwarte pen kun je een beetje zo
zo wat van die lijntjes. Ook zijn oogje maken. En het is ook maar net wat jij zelf mooi vindt, hè? Zit ik in beeld met mijn hoofd? Volgens mij niet. Ja, een damhert. Ik doe altijd nog even een wit stipje in het oog. En hier kan je ook nog met wit weer overheen gaan. Nog wat extra details. Bij dat kleintje vind ik het iets lastiger, maar bij die grote. Ja, dat kan ook. Inderdaad, met de heat tool even droog maken. Kijk. Dus dit zijn de hertjes à la Jitke, Corine. Of was je in slaap gevallen tijdens mijn kleurles? Ik vergeet wat. Ik doe mijn blaadje aan de kant. Maar ik wilde dat hekje ook nog. Ik wilde het hekje ook nog een klein beetje diepte geven. En dat is gewoon een beetje random met de Grand Espresso, espresso eroverheen. Ga je morgen ook proberen? Dat is leuk. Ik was even afgeleid door mijn borstel. Ik ben benieuwd, Corine. Even kijken, laat die boom hier meneer, want die ben ik dadelijk natuurlijk ook kwijt. Nou, ik zat straks te bedenken van ja, ik kan wel zo'n leuk takkaartje maken. Ik zet hier heel even een dingetje op, zodat hij dicht blijft. Maar krijg ik die live überhaupt een uur vol? En dan moet ik nog bijna haast om het af te krijgen. Ik wil altijd de stammetjes even inkorten. Bij deze ook een klein beetje dan. En het hekje eigenlijk ook. En ik denk dat de grote misschien eigenlijk best wel. Ik kom achter het hek. Nou ja, dit is een beetje te. Vind ik een beetje te druk voor dat kleine kaartje. Dus die gaat. Papa hert gaat in de voorraadbak. Nou, eigenlijk wel nog niet. Ik ga het gewoon doen. Papa gaat wordt ingevroren. Ja, in dit geval toch niet. Wordt baby hert ingevroren.
lekker hertenbiefstuk van maken. Oh, dat vind ik zielig. Maar ik kan dit hertje, of kan deze ook nog iets verder naar die kant doen? Want ik vind hem misschien eigenlijk toch nog wel een beetje te groot, dit hek. Dus ik ga het toch nog een stukje van afhalen. Want dan kan hij gewoon hier. Die daar. Dan kan hij gewoon hier. Zo. En doe ik een beetje sneeuw op zijn voetjes. Ja, dat gaan we doen. Geen hertenbiefstuk. Nee, ik ook niet. Ik had hertensoep vanavond. Was het ook wel lekker weer voor. Met al die koude... Met al die kou en sneeuw en nat en vies en... sneeuw. Heb ik die nog ergens? Vast wel. Mooi. Oh ja, ik doe altijd eerst eventjes de voetjes vastplakken. Heel zielig. Maar dat vind ik net iets mooier uitkomen met die sneeuw. Dus dan plak ik eerst de voetjes eventjes op de vloer. Terwijl ik gewoon wil blijven zitten, zou er fijn zijn. Zo. En dan pas ga ik met de sneeuw eroverheen. Oh, hij doet het. Want ik had hem niet voor verwarmd eigenlijk. Ook nog een beetje sneeuw op het hek. Dat ik mijn mond moet houden. Maar ik heb er nog één, denk ik. Oh, deze heb ik al eventjes niet gebruikt, voel ik al. Nou ja, zo werkt het ook natuurlijk. Zo krijg je het er ook uiteindelijk uit. Maar dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Maar je doet het weer. Ja, volgende keer voorverwarmen. Ja, dat was vergeten, want ik wist niet dat ik het ging gebruiken. Kijken. En dan gooi ik nog een beetje van die kristalletjes eroverheen. Dat vind ik altijd wel mooi. En de brief. Meteen terug doen. Dit bakje moet een beetje tikken, want die wordt iets statisch. En dan gaan we uiteraard nog even mooi tekstje zoeken. Ik vind het wel leuk om die groen te doen. Ja, dat is van Marion Design. Die bak volgens mij.
Magical Christmas Wishes. Die wishes, die is een beetje groot. Season Greetings. Dankjewel voor het kijken, Gesine. Fijne avond. Die ga ik. Ja, die bak die lijkt natuurlijk ook best wel groot, omdat het kaartje niet zo groot is. Hè? Het kaartje is natuurlijk maar 10 bij 10 centimeter. Doe ik die hier. Dan hebben we nog de parelbak, hè? Die kennen jullie ook wel van mij. Waar is mijn pincet? Die heb ik natuurlijk ergens gehad van de week. Dan weet ik heel even niet waar die is. En dan doe ik hier nog twee. Eerst de grote. Terug in het potje. Ja, maar dan... terug in het potje zit zo'n... aan de voorkant zo'n... zo'n dopje wat je eraf kan halen. Dus dan kan je ze gewoon erin gieten. Ik zat me net te bedenken dat... welke zei ik nou? Nou. Kijk, dus dit is dan een beetje je kaart. En dan kun je hier aan de binnenkant van de tekst, of van de, ja, ik had deze eigenlijk ook wel andersom kunnen plakken, dan had je een hele lange kaart gehad. Maar je kunt hier natuurlijk ook nog een tekst doen. Ja, dus dit was het idee. Dus, dankjewel allemaal voor het kijken. En tot de volgende keer allemaal. Doei doei!